Regerend kampioen Katwijk in het oranje-zwart ontvangt Jong Volendam. Dat zich vorig seizoen in een play-off tegen Jong Almere wist te handhaven in de Czechs League. Katwijk in het vertrouwde oranje-zwart. Wat u van de reservetenues van Jong Volendam vindt, is aan u. We leven in een vrij land. Azotti met pech voor Katwijk vindt de paal in de openingsfase van de wedstrijd. Maar Katwijk houdt de druk erop. El Azouti, Freeriks, Van Mil. Van Mil vindt Suzanne. En dan is het 1-0 na 3 minuten. En met El Azouti is de doelpunt te maken. De thuisploeg op 1-0 Van Mil. Robert Suzanne, de aanvoerder, de oud-gediende bij Katwijk. En El Azouti met de 1-0. Freeriks dan. Dat is slecht verdedigd van Reed. En ook slecht verdedigd van Ostania. En dan is het 2-0 door Suzanne. Bij Volendam staan ze te schutteren achterin. Eerst Reed, dan Ostania. Die laat Suzanne gewoon voor hem komen. En dan is het na 8 minuten spelen al 2-0 voor Katwijk. En ja, Jong Volendam raakt natuurlijk ieder jaar heel veel spelers kwijt. Want er gaan jongens uit de A-selectie. Er moeten jongens afvloeien omdat ze niet goed genoeg zijn in zijn opleidingsploeg. Maar je kan wel iets beter verdedigen dan zo. En dan doet hij na 29 minuten met de 3-0 voor Katwijk. De ploeg is kampioen, maar ook gewoon gretig aan het begin van het nieuwe seizoen. Koorndijk levert heel makkelijk in. En dan mag Freeriks zonder ook maar op enige wijze gehinderd te worden uithalen. Ja, ik wil de prestatie van Katwijk niet onderuit halen, want ze doen het natuurlijk goed. Maar Jong Volendam biedt wel heel weinig tegenstand. 4-0 de ruststand. In de tweede helft duurt het even, maar komt de 5-0 er wel aan. Kilian Van Mil. Maar 20 stille minuten op de krom. Is het weer bingo. En die arme Barry Lauwers, die keeper van Jong Volendam, die staat achter in een schiettent en die kan zelf toch heel weinig doen aan al die doelpunten van Katwijk. Ook bij deze is die kansloos. Mukhtar Suleiman, kwartier voor tijd. 6-0 door de invaller. Reed dan. Met de bal op Zeefuik. Hey, een kans voor Volendam en een kans voor de nieuwe keeper van Katwijk. Jean-Paul van Leeuwen, die overkwam van Excelsior Maassluis om zich te onderscheiden. En zo blijft het 6-0, wordt het geen 6-1, maar het wordt wel 7-0. Ahmed El Azouti. Naar de hoekschop van Wijstra en het doortikken van Suleiman. Is het in de 90ste minuut 7-0 voor Katwijk. Een afstraffing voor Jong Volendam. Een heerlijke start voor de regerend kampioen.